Hallo jongens en meisjes, we gaan vandaag kijken naar het laagveengebied en naar droogmakerijen en polders. Nou, wat moet je van deze les onthouden? Wat moet je kunnen vertellen zometeen? Als eerste weet je hoe droogmakerijen en polders zijn ontstaan in dit laagveengebied. En vervolgens kun je uitleggen hoe mensen het gebied hebben drooggemaakt. En ook kun je uitleggen hoe mensen het gebied droog houden. Droogmaken is één, maar droog houden is dan twee. We gaan kijken. Nou, als eerste. Je weet natuurlijk, in het laagveengebied werd veel laagveen afgegraven voor de turf. Maar je hebt niet al het laagveen kunnen afgraven. Men had ook landbouwgrond nodig en bouwgrond om huis op te bouwen. Maar veen is een bijzonder ongeschikte grondsoort om huis op te bouwen. Het is veel te nat en dus veel te slap om huis op te bouwen. Wat had men bedacht? Men had bedacht om het water uit het veengebied te pompen met molens vroeger. Het water af te voeren en dan hopen dat de veengrond zo droog zou worden dat je erop kon bouwen. En dat gebeurde ook. De grond werd dus droger, werd steviger. Men kon erop bouwen en men kon er ook zelfs gaan landbouw uitvoeren. En dan met name de akkerbouw, dat was mogelijk. Maar als je veen de grond het water uithaalt, dan zakt die grond in. Dan zakt die in, dat heet inklinken. En dus begon de grond langzamerhand te zakken. En kwam die dichter bij het grondwaterspiegel en werd dus weer ook vochtig, werd ook weer nat. Had je weer een probleem. Wat deed men toen? Men ging meer pompen, meer water uit dat gebied pompen. Zo werd de grond wel weer droger, maar begon ook weer te zakken. Hij begon weer in te klinken. Dat gebeurde een aantal keren, net zolang tot men dacht, nou dat heeft geen zin, hij wordt steeds weer vochtig. Men heeft het gebied toen laten liggen. En de huizen die nu worden gebouwd, die worden dan op grote palen gebouwd met betonnen palen, fundamenten, heipalen, dat ken je misschien wel. Dus eigenlijk is het gebied steeds lager geworden, omdat men het is gaan droogpompen om op te kunnen bouwen en om akkerbouw op te kunnen uitoefenen. Maar door het droog te pompen zakte de grond in en nou is die eigenlijk nog steeds ongeschikt om op te bouwen. En je kunt alleen nog maar veeteelt uitoefenen. Deze lage gebieden in het lage deel van Nederland noem je ook wel de laagveenpolders. Nou, hoe zijn dan de droogmakerijen ontstaan? Men had niet alleen dus last van het laagveen waarop je slecht kon bouwen. Er lagen ook heel veel meren in Noord-Holland. Hier zie je ze liggen, de Beemster, de Schermen, de Wieringenmeer, Haarlemmermeer. Hier ligt Amsterdam, daar ligt Haarlem. En je ziet ook dat veel van die meren lagen vlak bij die grote steden, toen ook al. Men had eigenlijk een beetje last van die meren. Bij zware stormen overstroomde het gebied en dan was Amsterdam in gevaar. Het was natuurlijk wel een makkelijk transportmiddel, maar op een gegeven moment was er te weinig grond ook om op te bouwen en ook voor de landbouwgrond. Men besloot om de meer te gaan droogpompen. En deze drooggepompte meren, dat zijn dan de droogmakerijen. Hier zie je een mooi plaatje van 1573. Het Haarlemmermeer wordt volop gebruikt als transportgebied. En dan met boten overheen te varen voor de handel. Maar toch was het wel een lastige plek, het Haarlemmermeer. Het werd droog gepompt. Hier zie je hoe dat is gebeurd. Hier zie je het Haarlemmermeer liggen. Dat is een oude kaart van een paar honderd jaar geleden. Hier ligt Amsterdam, Haarlem. En men had dus eigenlijk last van het Haarlemmermeer. Men besloot om het meer te gaan droog pompen. Nou, hoe werd nou zo'n meer drooggelegd? Als eerste maakte men een ringvaart. Men groef een groot kanaal, een soort vaart, om het meer heen. Met de grond die hierbij vrij kwam, werd een ringdijk aangelegd. Op de ringdijk werden molens geplaatst. En zo kon je met molens het water uit het Haarlemmermeer in de ringvaart pompen. En zo kon je het afvoeren via de ringvaart of naar de Noordzee. Of via het IJ, zo het IJsselmeer op, van de Zuiderzee toen nog. Die leeggepompte meren, dat noem je een droogmakerij, wat ook wel een polder genoemd. Men moet steeds blijven pompen, omdat het gebied natuurlijk, als het droog gepompt is, klinkt het in. Dus het zakt ook weer een klein beetje. Dus met kanalen en met sloten en met molens en later met gemalen, werd het gebied steeds droog gehouden. Dus droogleggen is één, droog houden is twee. Heel veel droogmakerijen in Nederland zijn zo'n beetje na 1600 aangelegd, omdat men toen ook de goede techniek had om het te doen. Hier zie je een kaart van een paar honderd jaar terug. Hier zie je het drooggelegde Haarlemmermeer. Hier ligt Haarlem, Amsterdam ligt hier. Ik heb hier de oude kaart op de nieuwe kaart gelegd. Hier zie je hoe het er tegenwoordig uitziet. En hier zie je ook heel duidelijk de buitenwijk van Amsterdam, Haarlem. En hier ligt Schiphol. Schiphol, onze luchthaven. Ligt dus op de bodem van het Haarlemmermeer. Nou, dat is wel heel bijzonder. Hier zie je nog een keer hoe het er nu uitziet en hoe het er vroeger uitzag. Onthoud dus droogmakerijen door mensen drooggepompte meren.
Zo hebben de Nederlanders heel wat land gewonnen op de zee. Je ziet de droogmakerijen, dat zijn al die droge ponte meren. Men heeft het al vanaf de 14e eeuw gedaan. Dit zijn de zeekleipolders en de droogmakerijen. Hier zie je het Haarlemmermeer liggen. Dat is vanaf 1800 is dat drooggelegd. Wieringermeer, ook al in de 19e eeuw drooggelegd. 20e eeuw, begin 20e eeuw. Flevopolder, Noordoostpolder, Wieringermeer, Lauwersmeer. Allemaal droogmakerijen, allemaal dus land gewonnen op de zee. Ja, Nederlanders zijn druk bezig om land erbij te krijgen en zich ook te beschermen tegen de zee. Nou, dat was dus eigenlijk al 600, 700 jaar lang probeert men het land droog te maken en ook droog te houden. En dat doet men nog steeds.